allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Movie Park World. Vandaag vanuit Cairns, Wonderland, Kalkar. En vandaag nemen we jullie mee naar het Halloween van de eerste editie van de Horror Nights. Nou, nogmaals welkom. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We beginnen vandaag met een... snackie. Een snack, ja. Ja, want dat moet natuurlijk ook getest worden. Zeker. We hebben nou gekozen voor een curry bloedworst. Ja. Die ziet er erg bloederig uit. Ja. En een pulled chicken... pommes. Ja, friet met pulled chicken inderdaad. Met ketchup. Ja. Je had ook voor mayo kunnen kiezen, dan was het een groene mayo geweest. Ja, dat klopt. Ja. Maar wij hebben gewoon lekker gekozen voor de ketchup, want daar hou ik net even wat meer van. Ja, dat wel, anders ziet het er zo gek uit. Ja, groen is... Nee, dat hebben we niet nodig. Ja. Nou, dan gaat ze hoor. Daredevil. Het zal wel even iets anders smaken dan de normale curry die we gewend zijn. Oh, ik zie een blik op je gezicht dat ik denk van... Ik weet het nog niet zo goed. Maar het is nu ook afgekoeld, omdat we natuurlijk even hebben gewacht voor de jouw frietjes. Ja, we hebben natuurlijk wat anders gehaald, dus één hap kan je niet op leven. Nee, klopt. Tweede hap. Dat is heel apart. Ja, dat geloof ik best. Ja. Ja, het is wel lekker, maar heel apart. Je moet echt wel van wennen. Ja, het is natuurlijk bloedworst. Ja. Dus er zit waarschijnlijk een heel apart bloederig smaakje aan. Ja, zeker. Vooral een bloederig smaakje. Nou, we hebben natuurlijk ook nog die pulled chicken. Ja. Ja, je mag die eerst proberen of je gaat dat toch voor de pulled chicken. Ja. Even proeven. Oh, dat is heel zuinig dit. Ja, maar dat is een beetje lastig te pikken. Heel zuinig. Het ruikt wel heel goed. Ik zie echt een blik door jouw ogen heen. En ik denk van. Het is echt lekker. Er zit verder geen dressing over de pulled chicken. Dus gewoon echt puur kip. Ja, zo ziet het er ook inderdaad uit. Daarom heb je eigenlijk die ketchup. Ja. Of de mayo, ja, waar je voor kan kiezen. Curry ketchup, ja. Ja, maar het is lekker. En deze moet ik echt heel erg aan wennen. Ja, moet je nog eentje proeven dan? Er zit genoeg stukjes in. Je krijgt in ieder geval zat. Ja. Oh, dan is het misschien ook wel even goed om te vertellen wat de prijzen zijn voor de curry bloedworst. Ja, dat is een beetje vreemd. Er stond 4 euro op het bord, maar we moesten 4,50 betalen. Dus dat is op zich wel een beetje raar. En voor de pulled chicken dat was 6,50 euro met friet. Je kunt de pulled chicken niet losnemen. Nee, klopt. Het is echt met frietje of alleen friet los. En heb jij een idee wat jij wil geven voor de bloedworst? Ik denk eerder voor 2. Oeh, dat is laag. Dat is laag, ja. 2? Movie World Snacks. Oeh, dat is wel karig. Dan, ja. Dan vind je het echt niet heel lekker dan. Ik vind het wel lekker, maar persoonlijk niet mijn voorkeur. Nee, oké. En de pulled chicken, daar gaan we nog één keer even. Ja, pulled chicken. Wat zou je daarvoor geven? Ik denk sowieso 3. Gewoon een solide snack. Ja, sowieso. 3. Ja. Movie World Snacks. Ja, nou, helemaal goed. Ja, dan mag ik het gaan proberen, hè? Ja, naar jouw beurt. Ik ga eerst met het veilige beginnen. Ja, dat ik heb een beetje angst voor die bloedworst. Het ziet er ook zo chemisch uit, hè, die bloedworst. Op zich is de kip wel lekker, hè? Ja. Ze hebben niks gek met de smaak inderdaad gedaan. Nee, het is echt gewoon kippen, hè? En je moet het eigenlijk echt hebben met de friet en de saus. Ja. Nou, als ik hier zo... Ik denk dat ik wel met jou meega. Ja. Gewoon 3 uit de 5 Movie World snacks. Het is gewoon solide, hè? Ja. Het is gewoon een goede snack. En nou gaan we de bloedworst. Naar hetgene waar ik zelf een beetje... Huiverig voor ben. Het ziet er ook echt, het ruikt ook heel apart, de saus. Ik ga het maar niet ruiken. Nee. Dan proef je het ook minder. Ja, het is een beetje apart, hè? Oh, dit is niet voor mij. Ik kan het ook niet helemaal thuis brengen wat het precies is. Ja, ik denk ook dat ik hier 2 uit de 5
Movie World Snacks voor gaan geven. Ja. Het is voor ons persoonlijk niet voor herhaling vatbaar, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dit wel heel lekker vinden. Dus ga het wel zeker even proberen, want voor de prijs hoef je in ieder geval niet te laten. Ja. Wij gaan zo meteen even verder om de start te gaan zien van de Horror Nights. Nou, we hebben net de openingsshow gezien. Dat klopt, ja. Op zich, ja, het is even anders dan wat we gewend zijn. Ja, zeker. Heel anders. Maar voor een eerste editie denk ik zeker dat het potentie heeft. Ja. In ieder geval, ze kunnen er echt nog wel aan tweaken. Het is misschien een klein beetje langdradig bij het begin. Ja, ja, klopt. Maar op zich, het is wel grappig dat ze iemand uit het publiek pakken. Ja, hoort je er echt bij? Ja, die hoort er echt bij. Dat kan ook niet anders, want die wordt vrij hardhandig aangepakt. Ja, dat klopt. Waar wel even rekening mee gehouden moet worden is dat je... Je moet het kaartje goed bewaren die je bij je entreekaart krijgt. Want er staan ook de tijden op hoe laat je de huizen in mag. Ja, er zijn echt tijden. Dus je hebt om 7:30 heb je de eerste. Dat is dan... Arbeidsruim. Dat is om 7:30 en je mag er ook echt niet eerder in. Alle andere gedeeltes zijn op dit moment ook echt nog gesloten. Klopt. Dus je staat hier echt een beetje met iedereen een beetje te wachten eigenlijk totdat de eerste spookhuis open gaat. Klopt, ja. Misschien dat ze daar nog aan gaan tweaken, want ja, dat is dan voor nu misschien niet heel handig. Want ja, je houdt eigenlijk iedereen in hetzelfde stukje, maar... Ja, nu is het nog niet super druk, dus dan kan het wel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel mooier als er doorstroming is. Dus als er meer doorstroming is, dat iedereen zijn eigen huis mag kiezen al. Omdat je dan, dan heb je niet iedereen op één stukje nog zitten. Ja, nee, dat klopt. Ja. Daar ben ik mee eens. Dus, maar goed, voor de eerste keer, we gaan het zo meteen gewoon beleven. Daarom. Een paar minuutjes wachten nog. Ja, ik denk en dan gaan we erin. Zo, we komen net uit de arbeidsruim. Ja, klopt. Ik werd even goed aangepakt. Ja, hè? Ze wilde je vinger eraf halen. Ze wilde mijn vinger. Ze pakken je goed vast hoor. En berg je maar. Dit is, het is echt cool. Want je loopt echt in de, in de tunnel van de kerncentrale. Ja, echt super gaaf. Ja, hè? Het begint al heel creepy eigenlijk. Dat je er doorheen moet. We mochten met z'n tweeën naar binnen. Ja, ook dat. Dus... Een grote groep mochten geloof ik niet. Wat ik had begrepen, maar waarom weten we niet. Maar... We mochten met z'n tweeën erin. En ja, dat maakt dat het natuurlijk was weer intenser. Dat was wel heel intens. Ja. En je was om je heen aan het kijken en dan nog weet je dan, omdat je afgeleid bent doordat je alles ook wil opnemen, schrik je heel erg dat je denkt van, oh god, weet je wel. Ja, waar je normaal gesproken eigenlijk niet echt van kan schrikken, schrik ik nou wel van. Ja, klopt. Het was echt wel een hele leuke ervaring. Ja. Ik vind het jammer dat je het maar één keer mag doen, want dat bij het kaartje wordt afgescheurd. Klopt. Ik had hem graag nog een keer gedaan, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik ook wel. Eigenlijk. Ik had hem echt graag nog wel een keer willen doen. Maar... En we hebben Herr Ploeten ook gezien. Ja. Die heeft ons nog even begroet. Ja, zeker. Ja, superleuk dus. Ja. Ja, ik moet zeggen, voor de eerste keer valt het me niet tegen eigenlijk, wat ze hebben neergezet. Nee, maar ik heb wel al een beetje zien voor dat dit het beste zou zijn van de dag. Ja, maar dat is dan altijd even afwachten hoe het Maar wij gaan is. Kijken of dat inderdaad zo is. Ja, precies. Naar het tweede spookhuis vanavond. Dat klopt, Labo. Geen idee wat je eigenlijk moet verwachten. Nee. Ik heb me niet helemaal ingelezen. Ik ook niet. Dus, maar volgens mij was wat ik snel gezien had, was dat die
professor Groeton tot leven was gekomen. Ja, iets met het laboratorium, dat weet ik wel. Maar verder is de story... Nee, daar hebben we niet helemaal in gelezen. Maar we gaan daar zometeen waarschijnlijk wel achter komen. Dat denk ik ook wel. Dus we gaan naar ons tijdslot. Ja. Zo, we komen uit labo. Ja, klopt. Daar was ook wel een hele leuke spookhuis, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vond het ook heel mooi aangekleed. Het was heel bijzonder eigenlijk. Ik werd de hele tijd tegengehouden. Ik ben vanavond echt de sjaak. Er staat volgens mij bol, pak mij vandaag. Hij staat hier heel groot op het voorhoofd geschreven. Vandaag is het Rikdag. Ja. Niet Anoushka dag. Nee. Dus ja, ik vond het wel echt leuk. Ik vond het wel verrassende elementen. Klopt. Je moest wel goed kijken waar je loopt, want er zit veel mis. Ja, je ziet bijna niks, maar ik schrok wel van diegene daar bij die tunnel. Ja, dat had ik twee door. Twee keer over ook. Want ja, je had het niet gezien, hè? Nee. Ik hoorde ze al eerder, want onze groep was een beetje verspreid. Dus ik schrok daar al van om een geluid te horen. En je ziet het hier, en toen schrok ik nog een keer. Dus ja. Ja, ik werd ook weer tegengehouden. Ik kreeg een deur in mijn gezicht gesmeten. Ja. Ik heb er niks van heel verhouden. Nee, die bril is nog heel. Ja, gelukkig wel. Heel belangrijk. Die ook. Nou, al het lief. Oh. Ja. Ja, dus die hebben we ook gedaan en dan hebben we er nog eentje te gaan. Dat klopt. Zo, ik ben even de naam kwijt. Altraumsdorf. Ja, bijna goed. Het dorp van de dromen. Ik weet niet of dat... Trouw. Ja, volgens mij was er iets dat er nachtmerries uit zouden komen. Oh, dat ik had gelezen in, op dat bord. Nou, daar zitten we dan. Nou, we komen nu uit de laatste. Ja, de Altraumsdorf. Ja, het was een verrassend. Ja, ik vond het ook, ja. Na een tijdje weer even niks gedaan te hebben, omdat je moet wachten, wat we al bij het begin zeiden. Ja, helaas wel, maar... Ben je toch weer een beetje tot rust gekomen en denk je van, we zien wel weer wat er gebeurt. Ja, en dan schrik je toch harder dan dat je denkt. Ja, je bent toch wel een paar keer geschrokken. Ja, zeker. Ja. Het moment dat je denkt, hier gebeurt niks. Ja hoor, gebeurt toch wel wat. Klopt. En op andere momenten denk je van, hier gaat wat gebeuren. En er gebeurt er niks. En er gebeurt er niks. Dus ja, dit was eigenlijk best wel ook wel leuk. Ik heb eigenlijk alle drie wel heel leuk gehad. Ja, ik vond het ook toch wel verrassend. Ja. En, voor de eerste voor de eerste editie. Ja, ik zie hem. Wij zien wel potentie hierin. Dus ik zeg ook wel eigenlijk van, ik denk dat we bijna alles zijn van, kom gewoon even een keer kijken hier. Ja, beleef het graag. Beleef het graag. Beleef het zelf. Ja, dat is altijd het beste, hè, om het zelf te beleven. Ja, wij gaan nu zo meteen lekker richting Huizenbaan. Ja. Wij hebben het hier heel leuk gehad. Ja, heel leuk. Ook de attracties wel. We hebben wat attracties gedaan. Hartstikke leuk. En dan zeggen wij vanuit hier, like. Subscribe. En druk op het belletje, zodat jullie niks meer missen van onze video's. Want we gaan nog steeds leuke dingen doen. Ja, er komt nog heel veel uit. Dus vanuit hier, vanuit Wonderland Kalkar, zeggen wij tot de volgende keer.